En aan de orde is de vraag van collega Laarmans aan staatssecretaris Wattelet of aan de eerste minister, verontschuldig mij, aan de eerste minister over de uitlatingen van minister-president Peters over het treuzelen van de federale overheid in verband met de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming. En staatssecretaris Wattelet zal op die vraag antwoorden, collega Laarmans. U hebt het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik verwelkom ook het talrijk opgekomen publiek. Dank u wel voor de collega die dan toch aanwezig is. Hè? En de staatssecretaris die namens de eerste minister komt antwoorden. We hadden natuurlijk liever de eerste minister zelf gehad, maar dat doet niks af aan mijn appreciatie dat u er dan toch bent. Want anders stonden we hier buiten mijn collega voor een lege collega's, nu ondertussen voor een lege zaal. Meneer de staatssecretaris, in de zwaar van 29 mei doet minister-president Chris Peters een aantal uitspraken over het treuzelen van de federale overheid met betrekking tot de uitvoering van de zesde staatshervorming. Meer bepaald voor wat de bevoegdheidsoverdrachten betreft, de minister-president stelt daarbij onder meer het volgende. Na BAV moeten alle bevoegdheidsoverdrachten volgen. Die moeten gestemd en daarna uitgevoerd worden. En daar maak ik mij zorgen over. In Vlaanderen hebben wij de administratie gevraagd een reeks fiches op te stellen. En die zijn al 3 maanden klaar. Die liggen al bij jullie te wachten, meneer de staatssecretaris. In het Frans vertaald bovendien en aan de federale overheid bezorgd. Elio Di Rupo had enkele maanden geleden beloofd dat de federale overheid hetzelfde zou doen. Ik heb nog altijd niks ontvangen. Ik had ook aan Elio Di Rupo gevraagd of het niet nuttig zou zijn om enige coördinatie te organiseren tussen de verschillende administraties. Hij zei mij oké, maar tot op heden niets. Daarom ben ik dus ongerust. En verder, ik heb begrepen dat de discussie op het federaal niveau nog niet is afgerond. Men weet dus nog altijd niet wanneer die nieuwe bevoegdheden zullen worden overgedragen. De bezorgdheid van de Vlaamse minister-president heeft zonder enige twijfel gegrondheid. In verband met de staatshervorming verklaarde de bevoegde Vlaamse staatssecretaris op 1 maart in een Kamercommissie dat de federale administratie 2 soorten inventarissen zou opstellen. Voor elke over te dragen bevoegdheid komt er een inventaris van de federale wetten en van de opdrachten, activiteiten, processen en instellingen die ermee verband houden. Deze inventaris dient voor het opstellen van de juridische teksten. Daarnaast moet er een inventaris komen van de budgetten, personeel en de gebouwen bij elk over te dragen bevoegdheid. Op een standaard vragenlijst moet de administratie reeds tegen 15 maart voorhanden zijn, of liever op een standaard vragenlijst moest de administratie reeds tegen 15 maart een antwoord voorhanden hebben. Datum die ondertussen al 2,5 maand achter ons ligt, want we zijn eind mei. Mijn vragen, meneer de staatssecretaris. Wat is de precieze timing voor de verschillende onderdelen van de bevoegdheidsoverdrachten, zoals voorzien in de zesde staatshervorming? 2. Wanneer worden de federale fiches overgemaakt van deels aan de deelstaten en aan het federale parlement en wordt er overleg tussen de verschillende administraties ingesteld? Dank u, collega. Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer Laarmans, dus de volgende kalender heeft het voorwerp uitgemaakt van een politiek akkoord. Dit politiek akkoord voorziet in eerste en een tweede fase. Dus de eerste fase bestaat uit de splitsing van BAV en met de daarmee verbonden dossiers. Ik denk dat wij daarover verschillende discussies zullen samenvoeren tijdens de volgende weken. Dus de tweede fase heeft betrekking op de overdracht van bevoegdheden en de financieringswet. De eerste fase dient gestemd te worden voor het parlementaire vakantie. Op korte termijn worden de 8 partijen die het institutioneel akkoord hebben afgesloten en het parlement, Senaat vooral, dus onderworpen aan een stevig ritme om al de teksten van het eerste deel van de hervorming voor de zomer te stemmen. Daarna kunnen ze zich wijden aan de tweede fase van de hervorming. De resultaatverbintenis die wij aangegaan brengt met zich mee dat heel de hervorming van 2014 gestemd moet zijn. Voor 2014 gestemd moet zijn. Onze inspanningsverbintenis daarentegen verplicht ons zo snel mogelijk te handelen. Ik kan dus stellen dat wij ons momenteel netjes aan de voorziene kalender houden. De ministerraad heeft op de 27 januari een methodologie vastgesteld om de tweede fase van de staatshervorming in zaak bevoegdheidsoverdrachten voor te bereiden, ter ondersteuning van de werkzaamheden van het uitvoeringscomité van institutionele hervorming.
gestandaardiseerde vragenlijst voor de besturen die betrokken zijn bij de hervorming via bevoegdheidsoverdrachten of af te sluiten samenwerkingsakkoorden liggen aan de basis van deze methodologie. We zijn op federale vlag met die inventaris zeer vroeg begonnen, omdat we tegelijk met de eerste fase van de hervorming, die voor de zomer gestemd wordt, ook voorbereidend werk wensten te verrichten om zo tijd te winnen. Wij zijn er ons van bewust dat de deelstaten snel duidelijkheid willen over de overdracht van de bevoegdheden. Maar het gaat om een omvangrijk en technisch werk. Het is immers in het belang van alle verschillende entiteiten, zowel de entiteiten die bevoegdheden krijgen, maar ook deze die ze afstaan, om te kunnen beschikken over precieze en juiste informatie. Enkel op deze manier kan men een kwaliteitsvolle overdracht van bevoegdheden garanderen. Het is dan ook de reden waarom voorbereidend werk nog aan de gang is. Eenmaal deze voorbereidende fase beëindigd is, kan men overgaan tot de volgende fase van ons werk. Dank u, meneer de staatssecretaris. Meneer Lamans, wenst u te repliceren? Ik wil vragen om ook tussen te komen. Want we zijn hier eigenlijk op de bekende honingzoete wijze, zoals de staatssecretaris kennen, met zijn zoetgevooide stem, eigenlijk geschoffeerd op een bijna nooit geziene wijze. Hij heeft hier zo net gezegd dat op korte termijn de Senaat onderworpen wordt aan een stevig ritme. Mevrouw de voorzitter, het is toch niet aan een staatssecretaris of aan de regering om te zeggen aan welk ritme wij moeten werken en zeker niet dat wij onderworpen worden aan een stevig ritme. Hè? Dat is antiparlementair, dat is schandalig. We hebben vandaag vanmiddag kennis genomen van de agenda van BHV. Maandag tot s'avonds opnieuw zitting om 19 uur. Dinsdag heel de dag en s'avonds vanaf 19 uur. Woensdag heel de voormiddag en vrijdag heel de dag en nog eens s'avonds. Dit is draconisch, dat is inderdaad een stevig ritme, dat is veel meer dan dat. Dat is de dictatuur, dat is met de karwat dat alles Lamans, door de Senaat wordt doorgejaagd. Meneer Lamans, ik ga mij niet moeien in uw vraag met de staatssecretaris, maar de agenda van volgende week heeft het bureau van de Senaat wel zelf beslist. Hè? Ja, het voorstel van het bureau van de commissie. De dus, agenda werd niet eens voorgelegd. Voilà. Dit over de agenda. En voor de rest kom ik niet tussen. Jammer. De agenda lag niet voor. De agenda lag niet ter beschikking te beginnen. Ja, ja. En twee, vind ik het onbetamelijk dat hier een lid van de regering, zelfs al is het maar een staatssecretaris, komt zeggen dat wij als Senaat onderworpen worden aan een stevig ritme. Dit is antiparlementair. De parlement is niet de ondergeschikte van de regering. Hè. Het parlement controleert de regering en het parlement is de belangrijkste macht in dit land. De regering is slechts uitvoerende macht. Twee, wat betekent... Uw tijd is om. Mevrouw de minister, dit was een incident. Hè. Ik doe beroep op uw waardigheid. U heeft nog 10 seconden. Wat de rest van het antwoord betreft ben ik ten zeerste ontevreden, want de staatssecretaris heeft geen enkele duidelijke timing gegeven. De Vlaamse overheid is al 3 maanden klaar en van die fiches op federaal niveau is er geen enkel concreet vooruitzicht gesteld. Dus wat heel belangrijk is voor de Franstalige BAV, want daar winnen ze over de hele lijn. Dat komt er snel, dat is met de karwats, maar de bevoegdhedenoverdracht, dat is voor de lange termijn en daar gaan we nog eens over nadenken. Dat is wat er in dit land gebeurt. Okay. Alles wat in het voordeel is van de Vlaamse wordt opgeschoven naar Sint-Jutemis. Meneer Lamans. Het incident is voorbij, gesloten.